Goedemorgen, het is maandag. We zijn wakker. Uiteindelijk was ik 9:30 wakker. Ja, ik werd gebeld voor een interview. Ja, ik ben wel echt laat in slaap gevallen alsnog. Echt, ik denk om 7:00, zoiets. Maar dat is goed, want we gaan naar Amerika morgen op honeymoon. Ik heb er zoveel zin in. Vandaag een paar dingetjes op de planning afmaken, werk, dingetjes. Ik wil nog een video opnemen en editen en inpakken. En dan zijn we erbij. Ik heb gisteravond trouwens zitten editen ook, best wel lang. Omdat ik dacht, ja, ik blijf op. En dan zitten we zo weer in het ritme van Amerika. Dus we trekken het zo allemaal door. Heel veel goedemorgen. We zijn iets te vroeg denk ik wakker geworden. Dat denk ik ook. Dat maar... hebben we wel verpest. Alweer. Maakt niet uit. En nee. Wat? Nee, dat was het. Oké. Alright, ik heb vannacht deze afgekregen en deze afgekregen. Dan ben ik met die ben ik op de helft. En dan moet ik die nog doen. Ja, dat is het eigenlijk. En inpakken. Ik heb het volgende gedaan. Ik heb dit uit de planner geknipt. Of eigenlijk gescheurd en daar het randje eraf geknipt. Ik heb, dit is zeg maar een maandindeling. Maar dit heb ik voor, dit is dan vandaag. Zo. En dan hier begint augustus. 1, 2, 3, 4. Dit is in principe de planning van dingen die ik moet doen. Dit is werkschema. En dit is reisschema. En die wil ik daar ook aanvullen. Dus erin schrijven met pen. Van nou, hier, we hebben bijvoorbeeld vliegen. We gaan naar de show van Tasha. Ik heb het er elke dag over. Ik ben helemaal fan en we gaan erheen. Huurauto ophalen. Hier hebben we nog niks geboekt. Hier zie je hotel. En dan vliegen we weer terug. Nou, dat dus. En dit gaat mee als een soort van ja, papieren plannerblaadje. Ik zit me op te maken. Daar is Poefje. Hoi. Hallo. Poefje heeft net ten eerste soep gebracht. Ja. En ten tweede zegt Poef, wat gaan we morgen doen? Honeymoon. Honeymoon. Weet je waarom, lieverd? Omdat we getrouwd zijn. Mm-hmm. En ik zei net al, Poefje is nu geen prinsesje meer, maar nu is een koningin. Thank you, Poef. We moeten ons armbandje afknippen trouwens. Oh ja. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Wacht, ik zet hem even neer. Siem zit echt heel zielig. Je ziet hem daar ook zo. Oké, daar gaat hij. Dat is mijn. Oh, dat is jouw ding die aan het piep is. Super. Doei. Ik ga mijn soep eten. Bandje. Iemand had gecomment bij mij dat haar moeder een keer door zo'n bandje ziek is geworden of zo. Ik denk door een bacterie of zo. Ja, weet je, het is een. Hè, het is een stoffen doekje. Ik denk dat daar heel veel bacteriën achter blijven hangen. Ik zat ineens, denk je, zou je haar best een armbandje voor kunnen laten maken? Maar ja, dan had ik hem hier moeten knippen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Nou ja, maakt niet uit. Leuke herinnering. Ik ga dit nu weggooien. Ik ga het ook niet bewaren, want het, ja, het blijft rommelen in je huis. En video's zijn de leuke herinnering. Ik heb het net opgemaakt. Dan ga ik nu heel even mijn haar doen. Ik heb het gewassen en nou, het zit weer niet. Kijk, als ik het heb gewassen. Het wordt echt fantastisch geknipt en geverfd en geëxtensioned door Mariette. Maar zoals altijd met extensions, je moet altijd iets doen met je haar anders. Ja, is het gewoon meh. Mijn eigen haar, het komt wel in de buurt van de structuur van dit haar, maar ja, ik moet het gewoon zeg maar mooi maken één keer en dan kan ik gelijk morgen ermee vliegen ook. Oké, mijn haar is gedaan. Het is iets meer grote krul glamour geworden, want ik wilde eigenlijk wat meer happy, hippie, nou... Ja, voor mijn DIY. Ik dacht dan, nou ja, nou maar. Ik weet niet waar ik heen wil. Anyway, het zit wel goed. Ik ben er wel blij mee. Oké, ik ga zo een video opnemen. Alright, ik ga mijn zaterdag tutorial filmen voor komende zaterdag. Met deze L-wires. Het is een DIY die ik ga laten zien. En ja, heel veel mensen waren er benieuwd naar. En ik dacht, weet je wel, dan wordt dit de laatste tutorial die ik thuis film. En de andere film ik in Amerika. Want ja, dat is natuurlijk super leuk. Ik denk, want het is deze zaterdag en wij vliegen dinsdag. Ik weet niet of ik het red om dan al te filmen, weet je. We zijn natuurlijk op honeymoon, dus ik wil niet helemaal onder druk staan. Dus ja, dit hier en die daarna daar. Ik heb dus een DIY opgenomen van dit. Ik ben zo blij mee. Echt heel blij mee. Dit is echt, dit maakt me heel gelukkig. Ik ben de beelden aan het importeren. Ik kan het vandaag editen. Ik kan het... ook op reis editen. Ik denk dat het verstandigst is om nu te gaan inpakken al. Toch, ik wou net zeggen, we moeten ook nog gaan inpakken. Ik ben nog met de route bezig. Ja, meneer is hier peanutbutter aan het eten en route aan het berekenen. Ik ben niet zomaar peanut. Nu lijkt het of ik gewoon hier zo uit zit te scheppen. Nee, ik maak net al dat je olie aan de bovenkant hebt. Peanutbutter, dus ja, dan ben ik niet doorheen aan het roeren.
En nu kan ja. Er is kans op neerslag. Wat was het? 30% op woensdag of zo? Aha, in Las Vegas? 1 en 2. Okay. Dames, of, dan zijn we of ergens in de mal misschien dan, als het echt regent. Ik denk in de mal. Ik denk dat we ergens flink aan het lunchen zijn. Oh ja, dat vind ik... Oeh, de Cheesecake Factory. Oh, ik heb niet eens gekeken. Oh, we hebben niet eens onze favoriete dingen opgezocht nog. Nee, ik ben zo bezig met de route. Daar komen we toch wel tegen. Oh, de Heart Attack Grill is trouwens 15 minuten afstand lopen van Neon Museum. Oh, echt? Ja. Heart Attack Grill, heb je ervan gehoord? Ja. Dat is dan zeg maar letterlijk een hartaanval krijgen daar. Maar ik denk echt dat het niet zo lekker is. Nee. Maar ik moet het gewoon zien. Ja, en je wordt door een midget op je kont geslagen en zo. En, nou, ik weet niet, ik zal waarschijnlijk wel een patatje kunnen eten, maar... ja, het is een soort van hot toeristisch iets waar we misschien wel heen moeten. Ik weet wel dat het een paar jaar geleden net hip was en dat het op internet bij of zo. Ja, dat het helemaal viral ging. Oh my god, je wordt hier in een rolstoel naar buiten gedragen als je de burger op hebt. Door een verpleegster. Tijd om te gaan inpakken en we gaan met één harde koffer en één zachte. Dat heeft te maken met de auto die wij hebben. Welke huurauto hebben we ook alweer, Foef? Jouw droomauto? Ik hoop dat we hem krijgen inderdaad. Gaan we handelen. Dan is de Challenger. En daar past het in, maar als we die dus niet krijgen en een similar. Wat een. Mustang of een Camaro is. Dat gaat niet passen. Nee. Ja, en dan hebben we dit, maar dan hebben we ook twee trolleys voor camera dingen en zo. Dus ja, dit is gewoon zo'n zachte, die kan je ergens in proppen. Maar mijn koffer is nog groter dan deze. Dus vandaar. Maar daar komt het heel systeem. We gaan hier alle zachte dingen in doen, kleding, dat soort dingen. En daar komt de rest in wat iets meer beschermd is. En dan hebben we dus die trolleys. Nou, daar gaat hij dan. Rrrt. Voordat ik ga inpakken, eten. Ja, we moeten eten. We moeten echt eten. Hey, heb je een sriracha shirt aan? I know. En we moeten een video voor mij maken ook. Ja, dat moeten we ook nog doen. En ik heb al gekeken wat we daar allemaal kunnen eten. Hij heeft gekeken naar de Cheesecake Factory. Onder andere. Hoeveel IHOP zijn er? Echt 36.000 miljoen. Can't wait, IHOP. Maar ik ben nu ook met de route bezig. Ook niet heel onbelangrijk. Ja. Ja. Maar toch vind ik dat we ook gewoon moeten gaan. Jawel, maar dan weet... Ja, maar je kan niet naar links en dan... Oh shit, zullen we daarin? Ja, dat is... Nee, oké. Oké, Foefje heeft even boodschap gedaan en hij wil weer spersieboontjes eten. Oh, maar nu met vega worstjes. Dus, wil je zoete aardappelen erbij? Of iets anders? Rijst of zo? Oeh, zoete aardappelen. Zelfde als wat ik hier gisteren maakte? Ja, kan ook wel met een beetje rijst, maar ik hoef niet zo heel veel rijst. Ik ook niet. Ik wil wel zoete aardappelen, doe wel gewoon hetzelfde. Ja. Easy. Dinner is served. Zoete aardappeltje, spersiebonen en vega sausages. We zijn aan het inpakken. En ik heb nu even een andere stoffen tas. En ik gebruik nu dus mijn planner voor de dingen die ik mee wil hebben. Dit hier. En dit is het lijstje. Ik heb wat spullen hier. De geur die ik mee ga nemen is deze. Abercrombie & Fitch First Instinct. Ik ga deze elke dag dragen. Dag en nacht. En dan doet hij me denken aan hem. Ik vind Abercrombie & Fitch is zo Amerikaans. Weet je wel. Dus vandaar. Het is dus aardig warm in Amerika. Echt in de 40 graden en zo. Dus ik ben heel benieuwd wat ik ga doen qua beauty. Soms. Ik weet niet of je het ziet. Maar ik heb dan zeg maar. Ik doe het wel wat minder als ik op vakantie ben. Maar hoe heter hoe minder. En op een gegeven moment is het echt gewoon. Screw it, ik draag niks, het is te heet. Dus ik ben benieuwd of we dat gaan meemaken of niet. Jullie zullen het zien. Ik weet het zelf ook nog niet. Inmiddels ben ik hier wat dingen aan het inpakken. Even kijken hoor. Parfum heb ik. Tandenborstel heb ik. Dan heb ik... Oh ja, op Insta. Heel veel konden dit niet lezen wat hier staat. Maar er staat 21 keer ondergoed. Ik heb sowieso niet een heel mooi handschrift. Dit is mijn handschrift. Het is een beetje rommelig. Altijd. Ik kreeg ook altijd mijn rapport vroeger. Marcia schrijft slordig. Maar ik ben ook linkshandig. Ik schreef ook altijd over de inkt heen en zo. Ja, ik kan echt niet schrijven. Ook als ik geen lijntjes heb, schrijf ik gewoon helemaal scheef. Ja. Even kijken. Zonnebrandcreme heb ik mee. Dan heb ik... Wat denk je daar ASMR op te nemen of zo? Ik neem geen ASMR op. Hij is blij hoor. Zo! Want het is tijd om in te pakken. Voor onze reis naar Amerika. Wij zijn de beste rijmers ever. Gaan we laten zien in de Nevada. Oh! Dus. Yes. Amerika baby. Neem jij badkleding mee? Ja, dit keer wel. Ik heb wel een goed idee. USA. 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 Love America. Deo, ik voel
Vind je het een goed idee dat we één deo meenemen en dan gelijk? Jooi! Gelijk in. Ja, ik heb toch nog nieuwe deo's, dus die kunnen we mee. Dus als het even niet lukt, dan hebben we nog wel even. Ja, maar dan neem ik geen eigen deo mee, want die heb ik ook niet meer. Ik wou zeggen, je gebruikt toch alleen maar mijn deo. Ja, klopt. Klopt! Wat is er? Tipje, neem een verlengsnoer mee. Dan hoef je alleen maar één zo'n plug erin te doen. En dan kan je hier al je camera's, telefoons, laptops, whatever aanhangen. Wat voor travel kit zal ik meenemen? Voor mijn gevoel ga ik niet veel gebruiken, maar goed. De grote vraag, neem ik BB cream mee? Of gewone foundation? Mijn gevoel zegt dat ik het alleen ga gebruiken als we uitgaan foundation. Dus, ik neem deze mee. Dan neem ik wel mijn mixkleur mee. Die gaat toch echt nooit op. Dus die. Dan heb ik altijd donkere concealer. Ik heb mijn tasje iets uitgebreider gevuld dan normaal. Ik ga terug naar Vegas. Party party. Zo, ik gok dat die helemaal propvol zit als we teruggaan. Omdat ik natuurlijk nieuwe dingetjes gekocht heb. Oh, ik heb een nieuwe schone beauty blender mee ook. Lekker. Ja. Kijk, kijk, kijk. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Oké, ondergoed. Ondergoed, ondergoed, ondergoed. Ik heb echt niet genoeg sokken. Misschien kan ik daar kleine sokjes kopen. Kijk, dan moet ik alleen nog mijn trolley vullen. Ondergoed. Dit is serieus alles wat ik mee heb qua kleding. Dit is het. En dit is inclusief 2 badpakken, 1 jurkje, 3 shirts, 3 onderkantjes, een cover-up. That's it. En een pyjama. En de rest koop ik daar, zoals jullie weten. Yay! In een zak doen. We gaan dus de kleding zeg maar in de zachte tas doen. Oh, dit is trouwens mijn pooch met ondergoed en sokken. Kleding in een zachte tas. Harde dingen in de harde koffer. En we hebben heel erg geen mee, dus dan hebben we ruimte om te shoppen. Cute, kleine, schattige, lieve manies. Maar zie hem ook hoor, die ligt hier ook echt zo cute. Met die pootjes zo bij elkaar allemaal. Wij zijn zo goed als klaar met... inpakken, al een tijdje hoor. Het is 12:30. We hebben gewoon tussendoor nog even Modern Family gekeken en nog wat dingen gedaan. En eigenlijk zijn we ruim op tijd. We willen nog wel iets opblijven, zodat we een beetje in dat ritme komen. Maar ja, ik denk dat ik de vlog ga afsluiten. We gaan voor Vloes kanaal nog iets filmen. Nog een aflevering van hoe we gamen. Maar ik ga de vlog alvast afsluiten. Ik wil een hele kleine disclaimer maken alvast voor onze honeymoon. Want wij vertrekken morgen op honeymoon. Echt een mini disclaimer, maar... Weet je, wij gaan naar Amerika en wij hebben gewoon, voordat iemand zegt, ja maar je moet dit doen, je moet het zo doen, jullie doen alleen maar dit, jullie gaan heel veel winkelen en wat zonde dat je niet dit doet, dat is stom. We gaan nu echt onze droomreis maken. Dus weet je, laat ons lekker doen wat wij willen en ga jij lekker op je eigen manier op reis. Just saying, alvast ter voorbereiding op alle gestoorde dingen die wij gaan doen. En ja, weet je, we krijgen het wel vaker in Amerika te horen, maar iedereen ervaart vakantie op zijn eigen manier. En dit is... hoe wij het gaan doen. Dus bij deze. Mocht je zoiets hebben van... dat is niet hoe ik het wil zien. Volgens ons leven en zo. Dus goed. Ik hoop dat jullie leuk vonden mee te kijken vandaag. En ik zie jullie morgen weer. Op naar USA. Woehoe. Bedankt voor het kijken tot morgen. Doei.